super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Jullie lezen het goed aan de titel. Ik heb weer een roomtour video voor jullie. Ik heb zo vaak op Instagram en YouTube de vraag van jullie gekregen wanneer ik weer een roomtour zou doen. Nou, vandaag dus. Echt al mega lang geleden, volgens mij was het in december, heb ik een home tour gedaan van toen ik hier net kwam wonen. En nu woon ik al ongeveer, ruim een half jaar hier in Amsterdam. En ja, ik snap wel dat jullie wel nieuwsgierig zijn hoe mijn kamer eruit ziet. Want jullie zien heel vaak dit gedeelte in video's, maar de rest eigenlijk niet, of ja, vrij weinig. Voordat ik ga laten zien wat er allemaal in mijn kamer staat, wil ik vertellen dat deze video een samenwerking is met Decennio. En ik ben zelf echt een hele grote fan van Decennio. Decennio verkoopt namelijk posters, zoals dat daar. Ik heb altijd al posters van Decennio in mijn kamer. Dus vandaar dat ik super blij ben dat ik met ze mag samenwerken. Straks zal ik alle posters duidelijk laten zien. Dus, en de rest van mijn kamer natuurlijk ook. Doe vooral dat duimpje omhoog. Laat me vooral weten wat jij van mijn kamer vindt. Ik vind het heel erg chill. Ik ben er heel graag. Dus laten we maar snel met de roomtour gaan beginnen. We beginnen met een overzicht van mijn kamer. Voor de mensen die nog niet weten hoe mijn kamer eruit ziet. Zo ziet het eruit. Als je mijn kamer binnenloopt, kom je als eerste dit tegen. Ik heb vaak daar mijn slippers liggen. Een mand waar op dit moment een pakketje in zit. En daarachter nog een paar slippers. En zoals je hier kan zien staat er ook nog een prikbord met foto's. Voorheen stond dit op mijn bureau. Maar ik heb er op dit moment even geen plek voor. Dus het staat nu daar. Nou, je ziet nu mijn bed. Maar voordat we dit gaan behandelen gaan we eerst deze kant op. We hebben hier mijn spiegel. Ik ben echt blij dat ik deze heb. Op de grond zie je mijn ventilator staan. Maar vaak zet ik hem op mijn nachtkastje neer. Op mijn nachtkastje heb ik een lamp, een sieradenkist en een bloemetje. Hier hebben we een doosje voor deze ring, parfum. En hier een schaaltje met nog meer sieraden. Op mijn nachtkastje heb ik op dit moment ook mijn iPad liggen en mijn telefoon. En nu zijn jullie waarschijnlijk ook benieuwd wat er allemaal in de laadjes zit. Nou, als eerst hebben we hier een verzameling met al mijn brillenkokers. En achterin heb ik een bakje met allemaal random spul. Zoals paracetamol, lippenbalsem, sleutelhangers, sleutels. Ik heb eigenlijk geen idee. Het is gewoon een random bakje. Dan hebben we hier een home spray. Stel mijn kamer ruikt niet zo fris, dan spray ik dit in mijn kamer. En we hebben mijn Zwitser parfum. En hieronder ligt mijn paspoorthoes. Een magneet en nog wat papiertjes. In laadje nummer 2 heb ik mijn horlogeverzameling liggen. Heel mooi. En hierachter heb ik mijn babyjurkje. Ik vind het gewoon leuk om dat te bewaren. En ik heb er eigenlijk geen speciaal plekje voor. Dus ik bewaar het gewoon in dit laadje. Ik vind hem echt super schattig. Voorheen lag dit in de kast van mijn ouders. Maar ik wil het heel graag zelf bewaren. Dus vandaar dat ik hem hier heb. Hier hebben we een waaier. Oeh, die altijd wel goed van pas komt. Dan het derde laadje. En hier liggen heel veel elektronica spullen. Zoals mijn koptelefoon. Mijn microfoon. Mijn laptop oplader. Externe harde schijven. Noem het maar op. Het zit echt mega vol. Wat eigenlijk niet verstandig is. Maar ik heb gewoon best wel weinig ruimte. En de onderste la is gewoon mijn rommellaadje. Die ga ik niet laten zien. Want hij kan amper open. Dan mijn bed. Onder mijn bed heb ik ook nog allemaal dingen liggen. Maar daar ga ik niet echt doorheen. Want dat is echt een rommeltje. Dat is echt een plek waar ik liever niet wil kijken. Maar ik ben blij dat ik allemaal opberg dingen onder mijn bed heb liggen. Nou, mijn bed zelf. Op mijn bed heb ik verschillende kussens. Een dekbed overtrek, lekker simpel. En boven mijn bed heb ik posters van Decennio hangen. Ik heb van Decennio ook een kortingscode gekregen die jullie kunnen gebruiken. De kortingscode zie je nu in het scherm. Ik ben echt obsessief met deze twee posters. Ik ben van plan om misschien daar nog wat op te hangen. Maar ik heb nog geen idee wat. Dus voor nu laat ik het even zo. Hier op mijn bed heb ik ook nog twee knuffels liggen. Deze knuffel is van IKEA. Deze heb ik echt al best wel lang. En deze heb ik recent nog in Disney gekocht. Dus ja, jongens, ik heb nog knuffels. En ik schaam me er totaal niet voor. Ik vind het echt super schattig. Nou, aan deze kant heb ik ook een
nachtkastje. Eigenlijk zit hier niet mega veel in op dit moment. Zit hier mijn sportkleding. Hier ook nog. En nou, oké, er zit wel wat in. En we hebben hier nog meer bedrading, wat niet echt per se opgeruimd is. Oeps. En het onderste laadje is ook een rommellaadje. Op dit nachtkastje heb ik dit systeem staan. We hebben hier wat boekjes, schriften, een plantje. En in dat plantje heb ik dit verstopt. Hier hebben we een aantal van mijn zonnebrillen. En daar zit gewoon wat random spul in. En hieronder heb ik een aantal boeken, mijn laptop en een tijdschrift. Ik vind het niet bepaald een mooi hoekje, maar het staat daar. Ga nu over naar mijn kledingkast. Ik heb niet zo'n hele grote kledingkast, maar het is te doen. Oké, hier hebben we een aantal van mijn tassen die ik regelmatig gebruik. Op dit plankje heb ik al mijn ondergoed en sokken. En in deze twee manden liggen mijn meest gebruikte sokken en ondergoed. En in deze doos heb ik mijn overige ondergoed. Hieronder zit alles een beetje volgepropt. Dat komt omdat ik deze items op dit moment in de zomer niet zo vaak gebruik. Dus ik heb het gewoon een beetje daar gedumpt, zodat ik meer ruimte kon creëren. En helemaal onderin is alles ook weer volgepropt. Maar daar liggen al mijn truien en vesten. Dan hebben we mij. Hallo. En in dit gedeelte van mijn kast heb ik verschillende items hangen. Hier hebben we een aantal shirtjes, blousjes, zomerse items zoals jurkjes, jumpsuits. En hier hebben we nog meer jumpsuits. En aan deze kant hebben we de jassen. Zeg maar de herfst / winterjassen. En helemaal in het hoekje hebben we kimono's. Bovenin hebben we een aantal van mijn schoenen staan. Zoals je kan zien zijn deze pittig nieuw. Want ze zijn nog spierwit. Aan mijn deur heb ik een haakje hangen waar ik mijn riemen heb hangen. Bovenop mijn kledingkast heb ik nog drie dozen staan. In deze doos zitten nog meer tassen en nog wat schoenen. In deze doos zit nog meer kleding. Grotendeels van deze kleding verkoop ik via United Wardrobe. En in deze doos zitten wat random spulletjes zoals overige fotolijsten. En ander decoratiespul wat ik op dit moment niet gebruik. Dan wordt het tijd om mijn favoriete hoekje van mijn kamer te laten zien. Ik krijg echt heel vaak de vraag wat ik precies op mijn plankjes heb neergezet. Nou, jullie zien nu een overzicht. Dit is eigenlijk een doosje, maar ik heb hem gekanteld en daarin drie plantjes gezet. Trouwens, al mijn plantjes in mijn kamer zijn nep. Dan hebben we hier een poster van Decennio. En de quote die op deze poster staat is: "Be better than you were yesterday." Een letter, mijn letter S. Dit is een notitieboekje. Dan hebben we hier nog een plant. Een marble plankje en een parfum. Op het tweede plankje heb ik deze lamp. Deze lamp is van de Action. Nog een poster van Decennio van New York City. Daarnaast heb ik mijn trots, namelijk mijn YouTube play button. Ik ben daar echt super blij mee en ik blijf er gewoon van houden. Daarnaast heb ik een spiegeltje. En daarnaast heb ik een soort van hangplant. Deze is van de IKEA. En daarnaast heb ik gewoon wat random spulletjes staan. Dit is mijn spaarpot. Dit is officieel een doosje van Icewatch. En daarnaast heb ik een potje waar niks in zit. Eigenlijk wil ik deze items een beetje verschuilen. Vandaar dat het helemaal daarachterin staat. Dan gaan we over naar mijn bureau. En in dit hoekje hebben we weer een poster van Decennio. Ik vind deze heel erg mooi. En dan hebben we hier een blad met weer een parfum. Deze is van Ted Baker. Hier hebben we een kaars. Hierin bewaar ik al mijn kwasten. En hier hebben we een potje met verlichting. Ook hebben we dit opbergdoosje. En daar heb ik op dit moment twee van mijn meest gedraagde zonnebrillen in zitten. Voor de rest hebben we op mijn bureau een computer staan. Zoals jullie weten heb ik ook nog een laptop. Maar mijn laptop vind ik handig voor school of om mee te nemen als ik buiten de deur ga werken. Maar thuis vind ik het fijn om achter mijn bureau al mijn werk te doen. Zoals video's editen, films kijken, noem het maar op. Dus hier mijn computer.
In dit hoekje heb ik mijn spiegel. En als ik mijn make-up in de ochtend doe, pak ik mijn spiegel en verplaats ik hem hierheen. Want in dit laadje heb ik mijn make-up zitten. Dat laat ik straks zien. Maar voor de rest heb ik in dit hoekje weer een poster van Decennio. Ik heb echt alleen maar posters van hun. Ik vind ze veel te leuk. Er staat een quote op deze poster, namelijk live more, worry less. En dit is eigenlijk een dagelijkse reminder voor mij. Want ik moet me echt minder zorgen gaan maken om nutteloze dingen. Dus vandaar dat dit heel goed bij me past en op mijn bureau staat. Want ja, ik zit elke dag aan mijn bureau. Dus ik kijk er ook elke dag naar. En hier hebben we ook mijn andere camera liggen. Deze gebruik ik vaak om mijn video's op te nemen. Oh, wow, dat ging goed. Maar op dit moment gebruik ik een andere camera, namelijk deze. Mijn spiegel is vies. Dan zijn jullie waarschijnlijk nieuwsgierig wat er allemaal in deze laden zitten. Als eerst mijn make-up la. Ik heb zeer recent mijn make-up stash opnieuw georganiseerd. Alleen het is nu alweer een rommeltje. Deze bakjes heb ik van de Action. En ik vind ze zo ontzettend fijn. Het past precies. Nou, hier hebben wij mijn blush, bronzers, highlighters. Al mijn foundations en concealers. Ik kan het niet netjes houden, omdat ik het elke dag er weer in gooi. Hier hebben we al mijn lipproducten. Een deel daarvan is netjes en een deel niet. Hier zitten al mijn mascara's, eyeliners, noem het maar op. En mijn favoriete oogschaduwpalet. Dan hebben we hier primers, sprays, crèmes, doekjes. En dit is echt een random bakje met van alles en nog wat. Zoals handgel, een wimperkruller, een scrub, lippenbalsem. Ja. Dat is mijn make-up la. De tweede la is zeg maar mijn kantoor la. Ik heb hier een bakje met pennen. Dit mooie ding. Plakband met SD-kaartjes. Allemaal kantoorartikelen. Dit vind ik wel heel erg leuk. Ik heb het een beetje verstopt. Maar ik verzamel geld. En dat is hartstikke leuk. Nee, maar dit is buitenlands geld. Je ziet hier een dollar. Dit is geld uit Indonesië. Andere muntjes. Ik vind het gewoon leuk om geld dat ik overhoud te bewaren. Dus dat zit daarin. We hebben hier voor de rest heel veel notitieboekjes, agenda's, andere boeken die ik ga gebruiken voor mijn nieuwe schooljaar. Dan hebben we hier nog een etui, heel veel washi tape. Ja, en dat was het wel een beetje. En onder mijn bureau heb ik ook nog een papierversnipperaar. Een bureaustoel kan natuurlijk ook niet ontbreken. Het is gewoon een hele simpele stoel die al in het huis stond toen ik hier kwam wonen. En hieromheen heb ik een vachtje gedaan. Zodat ik wat comfortabeler zit. Zo. Ja, en dit is mijn bureau. En ook mijn filmplek, want hier film ik altijd mijn video's. Dus ja, dit was dan mijn kamer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben zeker benieuwd wat jij het leukste uit mijn kamer vindt. Nu ik mijn kamer heb laten zien, ben ik ook best wel benieuwd hoe jouw kamer eruit ziet. Dus laat dat hieronder in de reacties achter. Misschien heeft jouw kamer wel een bepaald thema. Zoals een bepaalde kleur of bepaalde elementen. Ik kan mijn kamer, denk rustig, groen, planterig noemen. Ik weet het niet. Ik heb wel verschillende kleurelementen zoals groen, roze, grijs, wit, zwart. Ja, doe vooral dat duimpje omhoog en laat vooral hieronder in de reacties video suggesties achter wat ik de volgende keer voor jullie kan filmen. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!